We staan in Hengelo op de Fanny Blankes Koenpiste voor een darter die afgelopen jaar heel weinig WDF heeft gespeeld, maar wel de kwartfinale van de Dutch Open. Welkom bij Rood to Lakeside. Ja, we zijn in Hengelo, het Twentse Ros, en dat is vanwege jou, Danny. Ja, yes, lekker. Geplaatst voor de Lakeside. Klopt. Dit jaar geen WDF, nou ja, Dutch Open, maar dat was het hoogtepunt ook. Ja, letterlijk een hoogtepunt. Ja, het ook het enige punt geloof ik. Verder kon ik schooien meer na die tijd. Ja, Dutch Open ging wel lekker. Dutch Open ging prima, alleen jammer van die laatste partij. Kom 3-in voor, mis ik een paar dubbels. Waar ging het fout? Dubbels, ik kan 4-in voorkomen en mis ik geloof ik 4 pijlen op. Had spanning, gewoon... Ja, denk ik wel. Ja, natuurlijk was dat wel een beetje spanning, maar ook wel zuur om mijn pakken 3 keer te raad geloof ik. Ja, daarvoor was de Dutch Open niet heel groot. Dit jaar was hij weer van oud. Ja, hij was groot. RTL erbij, alles erop en eraan. Ja, meteen de tv. Was dat lekker voor jou? Even weer die bevestiging? Ja, zeker. Absoluut. Voornamelijk, ik wou graag natuurlijk op RTL 7 terechtkomen. En ik moest de plaatsingwedstrijd natuurlijk tegen een van de beste spelers, denk ik. Wat dat vind ik op de tour loopt. Dat is Chris Landman was dat. En die pak ik gelukkig met 102 gemiddeld. Dus dat was voor mij... En toen wou ik ook per se dat tv-toernooi halen. Dat zeg je heel goed, 102 gemiddeld. Maar dan gaan we even een paar weken terug voor de Dutch Open Q-School. Dat ging niet helemaal zoals gepland. Nee, dat was ook niet heel slecht trouwens. Want ik ook een beetje zure loting. Want van de 4 tegenstanders zijn 3 hebben nou een tourkaart. Ja. Ik verlies de eerste ronde gelijk al van Catby. Ja, nou ja, dat ja, daar kan je ook niks aan doen. 6-5 geloof ik. Ja, dat is super. Zegt ook wel genoeg. Ja, dat is 89 gemiddeld tegen 90 gemiddeld geloof ik. Dat is niet heel slecht vind ik. Daarna, een dag later, mis ik wel heel veel dubbels. Dat was de tweede ronde tegen Schwein. Nou ja, goed, kan gebeuren. Dag 3 ging het echt heerlijk eigenlijk. Laatste 16 verlies ik van die Duitser die nou een toolkart heeft. Wenig? Nee, die andere. Klose? Nee, die jongen. Ruprecht. Ruprecht, ja. Ja, klopt. Ik kom 4-0 voor en ik verlies 6-4. Dus ja, daar laat ik het echt hangen. Ja. En dan ga je die laatste dag met iets te veel spanning? Of? Nou ja, ook weer een zure loting. Want de eerste ronde win ik wederom vrij goed, eigenlijk goed spel. En de tweede ronde was ook goed. Alleen ik speel tegen die Fransman die nooit toekomt. Nicole? Nee, die andere. Oh, die andere, ja. Lambre. Lambre, ja, sorry. Ja. En daar pak ik 98 gemiddeld of 97 gemiddeld op. En daar verlies ik alsnog mijn wedstrijd tegen. Is dat. Kijk, je hebt natuurlijk een zure loting. Maar om een toolkaart heb je kwaliteit nodig. Zijn natuurlijk ook gasten die schommelen er een beetje doorheen. Die hebben een ander verhaal als jou. Ik ga geen namen noemen natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk mensen die een toolkaart halen die er eigenlijk misschien niet helemaal... Nou ja, en dan speel jij eigenlijk 3 van de 4 dagen eigenlijk een hele zure loting. En dan heb je een pakje 6-5 en dan net niet. Ja, was dat mentaal moeilijk voor jou om daarna terug te gaan? Want je de volgende keer heb je meteen Challenge Tour en daarna meteen Dutch Open. Ja, absoluut. Je zag mijn Challenge Tour weekend ook was echt niet goed. Dat is eigenlijk nooit goed trouwens. Nee. Het is niet mijn toernooi. Het begint veel te vroeg. Ja, het is echt wel, die begint om 10 uur 's ochtends. Dus kan je dan niet het eerste toernooi niet overslaan, je moet wel gooien. En dan gaat het tweede toernooi daar ook niet beter. Want je ziet bij jou weet je zou denken misschien dat je dat... Ja, maar ja, je gaat ook geen toernooi laten liggen natuurlijk. Nee. Elke pond die je meer pakt is natuurlijk weer een gepakte pond natuurlijk. Maar de Challenge Tour zo zwaar, helemaal nu je eigenlijk 5 toernooien per weekend hebt. En dat zijn hele lange dagen. Het is denk ik voornamelijk tijdstip. Hij kan rustig 2 uur later beginnen en dan maar 2 uur later klaar. Maar het is gewoon echt hoe vroeg je moet beginnen. Dat is eigenlijk voornamelijk. Dat brengt eigenlijk een beetje je voorbereiding in de war. Want ieder normaal mens wordt eigenlijk pas wakker in het weekend rond 1 uur of 8. En jullie moeten eigenlijk rond 1 uur of 8 dan ben je al in de zaal. Je moet al melden. Ja, precies. Ben je al in de zaal natuurlijk. Dus je hebt de wekker natuurlijk ook weer om 6:30 staan. Ja, om je helemaal voor te bereiden natuurlijk. Dat is moeilijk. Klopt. Maar weinig WDF dit jaar. Nou weten we, jij zit bij Frank, bij Master Darts. Die klopt. Is wat minder WDF gerelateerd. Ja, klopt. Of is het een bewuste keuze geweest van jou dat je geen WDF hebt gespeeld dit jaar? Nou ja, natuurlijk is het... Ja, ik vind de WDF is niet heel erg lucratief voor de speler. En natuurlijk het jaar wachten op je WK. Dat is voor mij eigenlijk voornamelijk struikelbak om geen WDF te gooien. Dat is logisch. Maar je hebt wel geplaatst voor Lakeside. Klopt. Alweer. Ja, gelukkig of dus je hebt al wat ervaring op het podium. Denk je dat dat een voordeel is? Ja, zeker weten. Want ik weet zelf hoe zenuwachtig ik was de eerste keer. Dus, en ik gooide best wel een lekker potje tegen Nick Kenny, geloof ik. Ja, Nick Kenny. Dus, maar ik was wel echt zenuwachtig. Dus vooral omdat je eerste WK was. En nu weet ik wel een beetje hoe het eraan toe gaat natuurlijk. Een beetje wat je kan verwachten. Ja, precies. Wat wel zuur is, je bent nummer 17 in plaats van nummer 16. Dus je moet al zaterdag of zondag spelen. Vind je dat een voor- of een nadeel? Ja, je moet gewoon van je tegenstander winnen eigenlijk. Maakt me niet zo heel veel uit tegen wie ik ook gooi. En ja, als ik weet dat als ik gewoon goed gooi,
dan kan ik voor iedereen winnen. En als ik niet op mijn top ben, dan kan ik voor iedereen verliezen. Dus het ligt echt aan mezelf. Cool. Over podium gesproken, je hebt je debuut mogen maken op de modus. Ja, klopt. En eigenlijk vanaf het eerste potje zat je er op zich wel lekker in. Het was niet super, maar eigenlijk de hele week was heel constant. En dat resulteerde ook in Finals Week. Ja, klopt. Finals Night. Klopt. Ja, ik had voornamelijk de maanden daarvoor eigenlijk geen beste vorm eigenlijk. Dus, en ik speelde met een andere pijl. En in die week, die dinsdag, heb ik besloten om weer mijn oude pijl terug te pakken. Met die pijl die ik 10 jaar mee heb gegooid. En dat viel eigenlijk vanaf het begin af aan, vielen ze weer. Dus, en toen, ja, dus ik wist wel dat het geen wereldniveau zou worden daar. Maar ik denk wel dat ik het maximaal die week eruit heb gehaald voor de vorm wat ik erin zat. Je zegt pijlen wisselen. Dan speel je de Dutch Open zo goed. Ja. En dan ga je daarna toch twijfelen, wisselen. Kon het om gebrek aan toernooien, het niet lopen op de Challenge Tour. Is dat een beetje een verklaring? Nee, die pijl, je kunt met elke pijl wel gooien. Dus dat is niet, maar deze pijl die stuurt wat makkelijker. Vooral de dubbels die gaan wat makkelijker. En verder, ja, die moet het natuurlijk zelf doen. Dus de pijl, ja, je kunt met elke pijl een beetje gooien, maar... Wat ga je doen met Lakeside? Ben je nog steeds aan het wisselen, aan het twijfelen? Nee, of nee, weet je het nu gewoon? Ik wissel nooit. Je wisselt nooit weer. Nee, keer geprobeerd, maar dat ik gaat doe niet meer. Nee, ik heb denk ik 4 setjes gehad in een jaar tijd. Ja, het werd er niet beter van. Goed, gewisseld genoeg. We hebben nog een verrassing voor jou. Ja, Danny, wij zijn hier eigenlijk al maanden mee bezig, maar we hebben een hele speciale verrassing voor jou. Nou, ik ben benieuwd. Kijk mee. Danny, Maat, ik wens je veel succes op de Lakeside. Weer dat je kan. Afgelopen week, morgen is ook super. Dus veel succes en knal Maat. Kom op. Hey Danny. Zeg, je bent weer geplaatst voor de WDF, WK, Lakeside natuurlijk. Je bent laatst lekker aan het smeten, pik. Zeg, knallen man. Haal die titel lekker binnen. Danny. Ja. Toen bij de jeugd vroeger hebben we vaak tegen elkaar gespeeld. En toen dacht ik altijd van, nou ja, die jongen die komt er niet. Die gaat het niet halen. Maar je hebt nou toch weer het WK gehaald. Ik wens je heel veel succes, jongen. En doe je ding. Ja, gelukkig was Kevin heel positief. Ja, ja, wie laatste te beginnen, Kevin. Dat is een van jouw beste vrienden, hè? Ja, dat is goed. Ja, absoluut. Ja, goede gozer, absoluut. Ik krijg eigenlijk een idee, wat doet dit nou met je? Ja, dat is superleuk, ja. Grappig. Ja. Wat betekenen deze mensen voor jou? Ja, het zijn voornamelijk ook gewoon veel teamgenoten van mij. Super League spelers. Ja, het is gewoon een goede vriend van mij. Had je het verwacht? Nee, niet echt. Nee, natuurlijk nee. Ik had er niks van gehoord ook. Dus hebben ze goed het geheim gehouden. Ze wensen jou allemaal het beste. Maar jou veel sterkte mensen met de dilemma's. Dan ben je klaar om naar dat bord toe te gaan. Ja hoor. Daniel de Kalte, de dilemma's. Nou, ik ben benieuwd. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 16. Koppels of singles? Singles. Een 39 gooien en de wedstrijd verliezen? Of een 170 finish en de wedstrijd winnen? 170 finish. WDF of PDC? PDC. Wesley Plezier of Arjen Konteman? Oi, oi, oi. Ja, daar kan je geen keuze in maken. Nee, sorry. Modus of NDB Rankings? Oh, je maakt het wel moeilijk, zeg. Ik zeg dan toch de NDB Rankings, omdat Nederlands Teams leuk is. Volgende vraag over het Nederlands Team natuurlijk. Six Nations of Four Nations? Six Nations. Thuis of onderweg? Thuis. De Dutch Titans of de Four Stars United? Dutch Titans hebben de kampioen meegeworden. Dus, Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld? Oh, die ik had hem al verwacht. Michael van Gerwen. En Lex of Sets? Sets. Wat waren ze? Kijk, je vond het moeilijk, maar dilemma's zijn er om het moeilijk te maken. Ja, ja, zeker. Dus ja, Wesley Plezier of Arjen Konteman, waarom kan je niet kiezen? Ja, het zijn ze wel allebei fantastische gelukkige lui. En ja, ze zijn ook allebei heel goed. Dus ik denk qua data loopt Wesley momenteel iets ervoor, denk ik. En ja, qua persoonlijk kan ik niet even kiezen natuurlijk. Jullie gaan natuurlijk met z'n achter ongeveer naar Lakeside. Er is geen haat en nijd in de groep, hè? Het zijn allemaal. Jullie liggen elkaar eigenlijk allemaal fantastisch. Ja, klopt. Moet ook niet, toch? Voor het bad moet je laten zien en buiten moet je het gezellig hebben. Andere waar je lang over twijfelt is de modus of de NDB rankings? Ja, de modus is natuurlijk veel meer prestige aan. En de NDB ranking is ja, gewoon leuk, omdat je kunt plaatsen voor het Nederlands team. En ook voor modus. Half. En ook van modus tegenwoordig. Tegenwoordig, inderdaad. Ja. Klopt. Heeft de NDB-ranking jou door de jaren heen heel erg geholpen? Ja, zeker. Absoluut. Voornamelijk, ik begon in de B-pool. En die won ik. En een jaar later werd ik tweede in de Heren A. Dus dat heeft mij zeker wel geholpen. En is het nu nog steeds iets waar je jezelf elke keer op vastpak? Dat je denkt van, nou, er zijn er 5 per jaar. En nou, die 5 dan weer even er naartoe. En dan kan je vanaf daar weer verder bouwen. Ja, je hebt wel iets om naartoe te werken natuurlijk. Dus dat is altijd wel lekker. Als je een toernooi hebt waar je zin in hebt. Dan pak je toch iets gauw in de pijlen op om ja, een paar uren te trainen. Danny, dit waren dilemma's, dankjewel. Kijk aan, alsjeblieft.
Ja, Danny Oldekalter, zit hij er bijna op jouw Road to Lakeside. Maar dan heb ik dan nog twee vragen. Q-School 2024. Wat wordt het? Naartoe gaat. Schrijf op. Nou, en als jij de eerste ronde wint, spreken wij al aan elkaar. Jij voor mijn microfoon? Ja, absoluut. Gaan we dat doen. Danny, bedankt voor Road to Lakeside. Alsjeblieft. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een duimpje achter. Wil je de volgende aflevering van Road to Lakeside niet missen? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal. En dan zien we jullie bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.